quero de boas acumulações. Aí estão 89 jaar. Ja. Hy sê dis die eerste keer in sy leeftyd dat daar nie probleem met nagmuis is hier by ons. Hoeveel van hierdie hokke sê oom is op die plaas? Jong is dis hoe net oor die 90 broeiplekke. En wat is die meeste broeipare wat oom al op beslag gehad het? Die? 60 sê. 60 broeie. Die minste was 5. Toe ons kinders was, toe was die baie kinders in die plaas. Maar ons het een maanskijn aan. En een van die oudjies sien een uil vlieg. By die salafenster in, moet een muis in sy klauw. Die oudjies het daar gesit in die salaf. Maar ek kan onthou, daar rondom hulle, ek het klom dooie muise gewek. Kijk, in 97 het ek die uilbokse gebouw, en in 99 die eerste uile, het toe in een van die bokse gebouw, en toe daarvan hou, want het een pad voor. As gevolg van die artikel in die burger, het twee voorkundiges van Jonkershoek het hulle dit gesien en toe het hulle vir my gebel en gesê hulle wil graag die uitjes kom bring. En hulle die middag daar by ons op die plaas geëet en toe aan die eettafel en ek sê my ek wil baie graag met flare my sê begin maar aan die toenoenie en toe het die paama vir my gesê maar hy sê vir my die literatuur stuur en toe in 2000 ek het toe sê maar dadelijk toe hy vir my die goed stuur het ek begin 2000 die eerste hokkaanbouw opgesit, baie vinnig was daar vleermuise in, vandag is daar seker so 40 vleermuise ook oorhoud op die plaas rond, waarin seker 15 actief bewoon word, dit kan meer ook wees. Kijk, ek het nou op die 1 oktober, toe sit ek nou hierdie die rockets op, nou ja, jy weet, hulle kan 80 vleermuise vat, ja. Ja. Nou, wanneer krijg ek nou verdomd genoeg vleermuise vir hulle? Nou, ek het baie vleermuis mis, ne? Dit is nou vleermuise in die bok, wat hier die nuwe mis. Ja, jy kan hulle hoor. Dit is waarom ek heeltemal happy is dat die vleermuise in die rockets gaan intrek. Want as hulle hierdie ding intrek, dan sal hulle daar ook intrek. Ja, ja. As ek maar net denk, toe ek geboer het, hoeveel gif ons in die landbouw gebruik het. Gif is een heeltemal onnatuurlijke ding. En ek is oortuig daarvan dat die hoë voorkoms van siektes, vooral kanker, het hoofdzakelijk kan jy toeskryf aan die oormatige gebruik van gif in die landbouw. Dat is een mens met net dink aan dat de vleermuis is in staat om binnen 1 uur enig iets tussen 600.000 miskien grote insecten te vang, dan wijs het hoe effectief het is. En, soos my boet Ad destijds gesê het, uile moet ons werk op nagmuise, want dit is moes al kos, hulle moet moes eet. Net so moet vleermuise moet eet, en insekte is al kos. My uile is miskien nou nie te veel, ek is bang hulle, ek het die vermoede hulle vang my vleermuise nou. Want die muise is eintlik min.